Hoe klein het dan ook nog is, wat je allemaal kunt verwachten. Je krijgt echo's. Op een gegeven moment, als je al wat meer gegroeid bent, zeg maar, kunnen ze ook gewoon voelen en horen hoe het met de baby gaat. Waar zit nou wat? Waar zit nou wat? Rug zit hier, hoofdje zit daar. En het draait nog met name zo links en rechts. Mm. Niet meer met een kopje naar boven. Nee, precies. Dat is niet de bedoeling. Wat heel bijzonder is, is dat je in Nederland krijg je volgens mij 2 echo's vergoed. En dan kan je ook nog kiezen voor, nou, dat is helemaal bizar als je dat afzet tegen waar deze actie uiteindelijk om gaat. Dan kan je gewoon een pret-echo, een feest-echo laten maken. Dat hebben wij ook gedaan. Ja, kijk. Ja. Dat is, dit dat is het soort van het... Dat is een family, first family picture. Dat is echt, ja, het is zo bizar. En dat je dat hier kan doen, dat, ja, leg dat maar uit. My first milkshirt. Als je realiseert dat je dit allemaal niet hebt, dus de informatie, de begeleiding, de medische zorg op afroep, dat je niet een partner hebt die je helpt en die je steunt en dat je er allemaal alleen voor staat, dat kan ik me echt niks meer voorstellen. Is mijn bestelling al klaar, meneer? 2 keer de nummer 13 en kalender voor de kinderen. Ja? Ja, komt eraan, hoor. Hebben jullie ook sambal hier? Ja, maar wel heel vloeibare. Oh. Dat is echt een sensatie. Je weet niet wat je meemaakt. Ga je lekker, ventje? Ik vermaak me uitstekend. Ja, ik mag zo meteen. Over een uurtje mag ik weer. Oh ja? Ja, daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb vannacht tussen 10 en 2 de eerste, of eigenlijk gisteravond, gedaan. Mm-hmm. Dat was echt zo fijn. Ik zag net de Polonaise langskomen, wat een gek huis. Ja, maar het mooie is, de muziek die wordt aangevraagd, dat gaat echt van links naar rechts. Dat is totaal geen lijn in te ontdekken, dat is zo gaaf. Oh, wacht even, want je maakt een mooi linkje naar muziek. Ik ga even aan het werk, momentje. Ja. Jij gaat even doen, ja. Ja. Als jij nou even zorgt dat hij... Hou nou even je mond. Als jij nou even zorgt dat hij een plaat kan draaien, ga naar 3fm.nl en vraag hem aan. 0909-1336 voor je telefoontje of stuur een sms aan 3333. Kortom, doneer, doe, help en hou hem vooral aan de slag. En die kalender dan? Zonder extra eigen risico. Ga nou toch aan het werk, man. De zorgverzekering voor studenten en niet professionals. Oké, come on, guys. Hurry up. Elke 6 seconden sterft onnodig een baby. 3FM Serious Request. Let's hear it for the babies.
Een zwaar kruis in, hoor. Dat maakt niet uit. Het levert geld op, hè. 15 euro door Kirsten Hazewinkel uit Rijswijk. 25 euro door Bas Huisman uit Amsterdam. En 15 euro door Patricia Weideres uit Twisk. Een erg mooi plaatje. En in plaats van kerstkaarten sturen, vraag ik gewoon liever een goede plaat aan. Voor Serious Request. Kijk, daar hou ik van. Kiel Patricia. Heavy Cross is van The Gossip. En plaat aanvragen kan je ook doen, hè. Heel makkelijk. Bel het callcenter, want ze zitten voor je klaar. 0909-1336 is het telefoonnummer. 0909-1336. Even kijken hoe de sfeer in op het plein is in Enschede. Enschede! Ja, kom op, nog één keer. Enschede! Kijk, even die spirit erin houden, hè. En ja, we hebben hoog bezoek, mag ik toch wel zeggen. Want hij is hier, dames en heren en meisjes. Koen Zwijnenberg. De man die het hier verderop, echt om de hoek is het, hè, gaat runnen. Tenminste, een tent. En gisteravond is dat voor God losgegaan. Rijen voor de deur heb ik gehoord. Entreegelden vlogen de pan uit. Want je hebt een heel mooi bedrag opgehaald, Koen. Maar, ja, maar hoe is je bevallen? Want je eigen kroeg en zo? Ja, voor het eerst heb ik echt mijn eigen kroeg, mijn eigen café hier in Enschede bij het Glazen Huis. Het is trouwens ook voor het eerst dat ik de sfeer in de stad meemaak. En jij zei dat, vond ik heel mooi. Ik hoorde je dat vertellen van ja, godsam, ik wilde dat gewoon niet in het Glazen Huis, maar wel die sfeer. En ik snap het wel. Ja.
En het is echt zo bizar om hier door de straten te lopen en alles te zien. En de mensen en de sfeer. En iedereen doet wat is te gek. Maar ik heb hier vlak achter op de Walstraat nummer 4 heb ik mijn eigen kroeg. Koens Café heet dat. En gisteravond was mijn eerste avond, de Hollandse avond, met Dries Roelvinken, met Vincent en met Hollandse hapjes. Oh, vandaar dat Vincent werd aangevraagd vannacht. Die hebben nog gedraaid, Dromedans. Ah. Ja, fantastisch, toch? Ja. Ja. En het ging, zoals jij zou zeggen, van God los. Het was echt fantastisch. Er stonden rijen voor de deur, inderdaad. We hebben ruim 12.000 euro opgehaald. Jezus, en 12.000 euro in één avond, man. En wat wel even belangrijk is om te zeggen, is dat het komt natuurlijk iedere avond op televisie. Dus wat er gisteren is gebeurd, komt vanavond op televisie. Ja, een soort samenvatting van...